Een overwinning op de koploper. ADO verrast op het juiste moment. Sjaak Polak over het bizarre voetbalweekend. ADO-huurling Giovanni Korte blinkt uit bij FC Dordrecht. Goedendag. Niets lijkt zo onvoorspelbaar als het weer, behalve de Nederlandse Eredivisie. Want wie dit weekend had voorspeld dat Feyenoord, Ajax en PSV niet zouden winnen, die hadden we toch voor gek verklaard. En dat ADO Den Haag koploper FC Twente versloeg, was net zo verrassend, maar wel verdiend. Volging van Duin, is drie man voorbij. Ja, Van Duin, dit is mooi. Weggebreid Van Duin, ja! Ja, iedereen happy, want beter kon deze overwinning van ADO niet worden getimed. In de studio praten wij met Sjaak Polak en met Jim van der Del. Sjaak, wist jij dat Mike van Duinen zo geweldig kon schieten met zijn linkerbeen? Ik wist dat hij geweldig kon voetballen, maar zo kon schieten met links, nee, dat heb ik nog niet gezien. Wat een fabelachtige, knappe goal maakte. Ja, fantastisch. Schiet hem gewoon perfect in. Hij had aangepakt moeten worden rond de middenlijn. Maar ja, als je snelheid hebt, dan wordt het al lastig. Ja, en hij schiet hem gewoon fenomenaal het dak in. Ja, en dat is een verdiende goal. Verdiende overwinning ook? Ja, absoluut. Als je ziet hoe ze de wedstrijd hebben afgedwongen. Ze hebben wel wat kleine kansjes weggegeven, maar al met al, als je de hele wedstrijd bekijkt, dik verdiend gewonnen. Ja, ADO komt op 2-0, Jim. Maar uiteindelijk wordt het ook wel weer vrij snel 2-2. En dan lijkt ADO achterin toch nog wel kwetsbaar, hè? Nou ja, goed, die, met name die 2-2 mag niet vallen. Dat is communicatiefout tussen Coutinho en Beugelsdijk. Dan is het 2-2 en zeiden wij op de perstribune tegen elkaar, hier tekenen we ook voor, want vier goals geleden tekenen we ook voor 0-0. Ja. Dat zou gewoon een prestatie zijn tegen de koploper. En vergeet niet dat FC Twente momenteel 9 doelpunten tegen heeft, waarvan 3 tegen ADO Den Haag. En dat vind ik ook een prestatie van ADO. Zou je kunnen zeggen, of is dat iets te optimistisch, het lek bij ADO is boven? Nee, het lek is nog niet boven. Maar ze moeten wel dezelfde strijdwijze leveren. En het voetballend vermogen leveren als tegen FC Twente. Want je moet je niet vergissen, FC Twente is gewoon een hele goede ploeg. Ja, en als je daar gewoon 3 goals tegen kan maken, dan kan je tegen iedereen doen. Ja, maar als je zo speelt zoals Tom Beugelsdijk tegen Twente speelt de rest van het seizoen, dan kom je wel heel dicht bij het lek wat dan naar boven komt. Ja, want die zei voorafgaand, hè, van we moeten veel meer daadkracht tonen. Ja, hij heeft dat laten zien. Hij speelde een fantastische wedstrijd. Goed, hoe dan ook, het gevoel en het vertrouwen zal bij ADO op dit moment toch dik in orde zijn. Dinsdag wacht in de beker MVV als tegenstander. Wij gingen vandaag nog even langs. Hoe anders sta je erbij als een week geleden? Ja, heel anders, want dat was een heel hectisch weekend met een hele slechte wedstrijd. In ieder geval een hele slechte tweede helft tegen Zwolle. Met daarna de commotie rondom het opwachten van de spelersbus. Maar dat hebben we met z'n allen heel snel afgesloten en heel snel de knop omgezet richting het kunstgras en richting Twente. Dan is er na die wedstrijd in de afgelopen week, de week na Twente toe, is er veel gesproken. Wat hebben die gesprekken opgeleverd? Ja, in ieder geval dat het af en toe vreemd is dat je tegen een aantal ploegen het wel op kunt brengen om het uiterste uit jezelf te halen. Tegen Vitesse, tegen PSV in de thuiswedstrijd, met name de tweede helft. Ja, en dat dan bij Zwolle uit dat we dan de tweede helft zo door het ijs zakken. Dat met name, want de afspraken die we gemaakt hebben en de manier van spelen was exact hetzelfde als tegen Vitesse. En die is ook nog eens exact hetzelfde geweest als tegen Twente. Dus we hebben wel degelijk weer laten zien dat we het kunnen. Dus ja, dat hebben we wel in die week geprobeerd te benadrukken. Ja, het was een vervelende ADO-week door die 6-1 nederlaag van vorige week bij PEC Zwolle, Sjaak. En dus zijn er gesprekken geweest, waaronder de spelers onderling. Wat vind je daarvan, dat ze dat doen? Ja, ik vind het eigenlijk een eerste instantie een triest iets. Want je geeft uiteindelijk geef je voor aan het bestuur en de raad van commissarissen van er zal wel iets niet goed zitten bij de spelersgroep naar de trainer toe.
Maar aan de andere kant vind ik het wel een positief iets. Want je kan zien dat de spelers nu wel beseffen, ja, dat het 2 voor 12 is. Dat ze het bij zichzelf moeten zoeken. Dus uiteindelijk, ja, komt dit wel op een goed moment natuurlijk. Want ja, als je dan dit weekend van de koploper wint, ja, dan hoor je niemand meer. Uit die gesprekken is ook gebleken dat een enkeling, en Gerson Cabral wordt daarin met name genoemd, het vervelend vindt dat bijvoorbeeld zijn trainer Mauri Steijn en plein publiek kritiek op hem levert. Ja. Je speelt betaald voetbal. Ja. En daar heb je met kritiek te maken van de pers, van de supporters. En ook van je trainers, maar ook van medespelers. Ja, je zal het moeten accepteren. En als je niet goed speelt, dan krijg je het te horen. Ja. Maar moet je dan alleen de wijze man uit gaan hangen als je goed speelt en dan je naam alleen willen horen? Maar ik denk niet dat het zo werkt. Hoe gaan die gesprekken dan, Sjaak? Nou, als je niet goed speelt, dan is het, joh, wat denk je ervan? En dan krijg je een discussiepunt. Ja, maar jij dit en jij dat. Nou, ik was meer van de oude stempel van je moet poetsen. Als je het niet lukt, dan ga je hard werken. Ja, en dan kijk je altijd eerst naar jezelf. Ja, en als dat niet lukt, ja, dan denk ik dat je ook niet in een groep past. Ja, dan moet je op gaan passen. Maar komen er dan alleen maar winnaars uit zo'n gesprek of zijn er ook verliezers? Natuurlijk zijn er verliezers, want je wil uiteindelijk die discussie, wil je winnen. Maar die ga je niet winnen als de merendeels van dat groepie, ja, tegen je is. En ook nog eens een keer de pers, ook nog eens een keer de trainer, de mensen eromheen, de supporters. Dan ga je nooit winnen. Ja, maar goed, de uitkomst van het gesprek was dus dat de spelers nog altijd een vertrouwen hadden in de trainer. Nou, dat hebben ze uitbetaald. Kun je niet anders zeggen. Ja, maar wel volhouden. En ik heb altijd al gezegd, ook hier in de studio, Mauricie zit hier niet fout. En ja, daarom heb ik al eerder gezegd, de groep die moet het uiteindelijk bij zichzelf gaan zoeken. Je kan heel makkelijk de trainer de schuld geven. Maar wat ik wel heel mooi vond, is dat Steijn bijna het veld inliep. Ja, en bij de persconferentie met tranen in zijn ogen zat. Hij was echt emotioneel, ja, hè? Hij was heel emotioneel, ja. Maar dat is begrijpelijk. Ik heb zijn vrouw zien zitten op de tribune. Dat is logisch, want het doet wat met je als coach zijnde. Want je kan zeggen, het is een ijskonijn, maar ja, het is zwaar. Mannen, hebben jullie wel het idee, nu ADO zo zaterdag zou voetballen, dat ja, die plek 10, wat men graag wil, gewoon wel weer haalbaar is dit seizoen? Ja, als je kijkt naar dat gat naar nummer 1, dan zou je zeggen van wel. Ja, dat is nu 9 punten, ja, met nog 1 wedstrijd te gaan. Dat is niet zoveel, inderdaad. Ja. Ja, goed, dat is misschien wel weer te euforistisch dat je dat nu gelijk zegt, plek 10. Laten we eerst maar eens aan de onderkant weggaan, richting plaats 10. Voordat je zegt van plaats 10 is haalbaar. Maar ik denk nogmaals, dat als je de instelling van Tom Beugelsdijk op 11 spelers neer kan leggen, dat je dan een eind kan komen. Sjaak, durf jij als oud voetballer van onder meer ADO en ook Twente, en je kijkt dit weekend weer naar al die wedstrijden in de Eredivisie, je überhaupt nog te wagen aan wat voor voorspelling dan ook? Want knotsgekker als we nu meemaken, is niet te geloven. Ja, is mooi, hè? Jij, ja, vindt het mooi? Ja, ik vind het schitterend. Als de één denkt dat hij er al is en die gaat op zijn bek, ja, dat is mooi. Twente verliest van ADO, maar is toch gewoon nog steeds koploper? Dat kan. Ja, ik denk dat ze gewoon nog heel erg blij zijn achteraf. Maar ja, Ajax die speelt ook niet des Ajax. Ja, en PSV die ook nog eens een keer het moeilijk heeft. Fijn dat Fries van Heracles. Ja, dat is ook onvoorstelbaar. Daarom zeg ik, van dan denk je uiteindelijk dat er heel veel clubs, ja, denken van, oh, dan gaan we nou eens eventjes eroverheen. Maar dan gaan ze gewoon keihard op een smoel. Ja, dat is toch mooi? Ja. Wat ik mooi vind, is dat je op vrijdag denkt van ADO Den Haag krijgt het heel lastig tegen Twente. Stel je voor dat ze niet winnen, dan is dat geen ramp. Want Ajax wint wel even van RKC. Ja. En NEC wint niet van Heerenveen. En dat is dus uiteindelijk nu op maandag niet het geval. Nee. Dat is toch bizar? Ik dacht er zo ook over. Maar als je dan ADO ziet spelen op dat nieuwe kunstgras, met de strijd en beleving. Ik zie die Beugelsdijk, zie ik ook nog eens een keer zo langs die rechterkant opkomen stomen. Ja, die bal kwam dan wel niet aan, maar gewoon ook in een sprint terug. En dan denk ik van, hey, die boodschap is waarschijnlijk nu wel goed aangekomen. Ja. En het gesprek heeft gewoon geholpen. Wat kan niet anders? Jim, kunnen we verwachten dat ADO zich dinsdag plaatst voor de volgende ronde in de beker bij MVV? Nou, op papier wel, maar volgens mij heeft MVV niks te verliezen. En dan vraag ik me weer af, Sjaak, hoe ging dat vroeger op jullie? Want dan speelde hij als eredivisieclub tegen een topklasser of hoofdklasser of Jupiler League club. Lijken maar lastige wedstrijden. Is lastig, want je zit in de bus. Je denkt toch een speler van, ons wil maar niet verliezen. Want je weet, als je dan verliest, ja, dan krijg je weer een hele hoop stront over je heen. Zo werkt het. Je moet gewoon spelen zoals je tegen een Ajax speelt, tegen een Twente speelt, tegen een PSV speelt, tegen een Feyenoord speelt. Ja, dan moet je met alle respect voor de amateurs moeilijk overheen lopen. Maar ga je te makkelijk de bus uit. MVV zijn geen amateurs, hè? Nee, oké. Okay. Maar
je bent een grotere club. Je speelt in de Eredivisie. Structureel sta je er al een hele tijd. Is gevaarlijk. Is gevaarlijk. Deze flow moet dus worden meegenomen dinsdag naar Maastricht. En dan het weekende bij AZ. Want dat is de volgende tegenstander. Ja. Jim van der Heel, Adewatcher, wel bedankt. En Sjaak Polak, ja, we vonden het weer leuk dat je er was. Graag weer tot een volgende dankjewel. Keer. En in deze uitzending is het nog niet helemaal voorbij wat het voetbal betreft. Want later in deze uitzending hebben we nog Giovanni Korte. Ado-huurling die nu furore maakt bij FC Dordrecht. Ik hoop terug te keren natuurlijk. Maar ja, we zien wel waar we staan. Het schaatsseizoen is met het NK afstanden officieel geopend. Een seizoen dat in het teken staat van de Olympische Spelen in Sochi. Het NK was voor Gouwenaar Hein Ottespeer een tegenvaller. Maar Kjeld Nuis uit Zoeterwoude beleefde een topweekend. Het is een mooi begin van een Olympisch seizoen. Het is gewoon verslagenheid en ja, het is gewoon heel erg pittig om zo nu het NK te verlaten. Dat is heel erg pijnlijk. Vreugde en verdriet liggen bij elkaar in de sport. Dat blijkt eens te meer uit de verhalen van Kjeld Nuis en Hein Ottespeer. Ottespeer faalt op de 1000 meter, waar Nuis misschien wel een van zijn beste kilometers uit zijn carrière schaatst. Nou, eigenlijk die 1000 was redelijk perfect, alleen ik heb hier en daar deze tweede binnenbocht hier achter ons, die heb ik niet volle bak door kunnen trappen omdat ik, ja, de snelheid was zo hoog en 16-4 is eigenlijk wat net aan de snelle kant voor mij en ik denk dat als ik iets meer ingetogen begin dat ik nog naar een snellere tijd glij, omdat ik wat meer over heb aan het eind, maar voor nu is het mooi dat je met zo'n voorsprong het seizoen kan beginnen. Een gouden plak en een goede race, dat is belangrijk voor Nuis in dit Olympisch seizoen. Een seizoen waarvoor er in de voorbereiding keihard getraind is. Zeker, veel meer op de fiets gezeten, sterker geworden, in het krachthonk met meer gewichten gesmeten. Dus ja, dat is een zware zomer geweest en dan, dat je zo met zoveel snelheid begint, dat is alleen maar goed. Een zware zomer in de aanloop naar Sochi. En daar wordt Nuis door veel schaatskenners toch als een van de grote kandidaten gezien op een gouden plak voor de 1000 meter, maar wellicht ook voor de 1500 meter. Ja, dat is gewoon het ultieme doel. En daar is elke schaatser hard voor aan het trainen. Alleen eerst maar eens even dit weekend verwerken. En nou, dat is goed gelukt. Dus op naar het volgende. En zo ga ik gewoon stapje voor stapje dit seizoen aflopen. Dat is heel makkelijk gezegd, maar ik hoop dat het ook zo gaat gebeuren. Voor Hein Ottespeer was het geen hosanna dit weekend in Heerenveen. Hij komt tekort, zowel op de 500 als op de 1000 meter. Het niveau is gewoon ontzettend hoog nu. Ik liet gewoon steekjes vallen en op 800 zit ik er nu volgens mij naast. Ja, het is moeilijk. Ja. Ottespeer wijdt zijn matige optreden voor een deel aan onzekerheid over het materiaal. Hij nam een hardere schoen, maar die beviel niet en dus werd er weer teruggegrepen op het oude materiaal. Maar het juiste gevoel ontbrak. En dat gevoel moet terug, want ook Ottespeer wil schitteren op de Spelen. Ik wil gewoon alles aan doen om volgende maand in december bij het OKT echt onverslaanbaar te zijn en daar weer toe te slaan. Want ik vind wel gewoon dat ik daar thuis hoor. Het gaat crescendo met het waterpolo in Leiden. In de Eredivisie bij de mannen gaat De Zijl aan kop. En bij de dames gaat die andere Leidse waterpoloclub ZVL aan de leiding. ZVL won beide wedstrijden dit weekende, mede door een uitblinkende Hanneke Slachter. De hockeyers van HGC staan gedeeld bovenaan in de hockeyhoofdklasse. HGC won thuis met 3-1 van Den Bosch. De Haagse dames van HDM die gingen met 5-1 ten onder bij Nijmegen en staan negende. Bij de basketballers van ZZ Leiden zijn de hoge verwachtingen vooralsnog een last. De landskampioen wil de titel prolongeren, maar de seizoenstart van Leiden is niet overtuigend. Leiden is middenmotor, maar won dit weekend wel bij Rotterdam. Het werd 84-75 voor ZZ Leiden. Jas Duinker was de grote man voor de Leidse ploeg. Hij maakte 37 punten en 10 rebounds. Terug naar het voetbal. Hagenaar Giovanni Korte valt op bij FC Dordrecht. De huurling van ADO heeft al 8 keer gescoord en dat terwijl hij niet eens altijd in de basis staat. Trainer Maurie Stijn van ADO had hem dit jaar niet nodig. En nu zorgt Korte er met zijn goals bij FC Dordrecht voor dat die club koploper is in de Super League.
Als je meespeelt om het kampioenschap in de Jupiler League, komt zelfs de Dordtse jeugd kijken naar de trainingen. Bereidt de politie zich voor op risicowedstrijden en doet Giovanni Korte met een glimlach de krachttraining. Dat de Hagenaar het naar zijn zin heeft is logisch, want met 8 doelpunten is hij clubtopscorer. En de ene goal is nog mooier dan de andere. Is lekker gecontroleerd zeg, wat een goal van Giovanni Korte. Daar zijn de schapenkoppen alweer. Zeer inspirerend en geïnspireerd. Wat een goal weer van... Ik kwam niet voor in de plannen van de trainer aan het begin van het seizoen. Ik zat op de tribune. Wel tegen Laakkwartier nog één wedstrijd gespeeld met ADO. Toen ook nog één keer gescoord. Als mijn eerste doelpunt van ADO, daar ben ik wel blij mee. Maar ja, en toen kwam de trainer eigenlijk vrij vlot naar me toe van... je gaat waarschijnlijk niet spelen in de tweede. Ja, en dan is het misschien beter om te verhuren. En kijken wat bij Dordt je kansen zijn. Toen heb ik hier nog een weekje stage gelopen. Toen zei Marco Boger zei gelijk van ja, we willen je houden. En zodoende zit ik nu hier. En dat valt echt heel goed. Ondanks zijn 8 treffers heeft Korte niet altijd een basisplaats. Hij begon maar in 5 van de 13 duels aan de start. Omdat hij te veel wil doen. Dat was wel een grote valkuil voor mij bij ADO ook. Altijd bij jong ADO en ook in de A1. Ik moest meer mijn krachten verdelen. Ja, en dat lukt nu wel meer. Alleen het kan nog veel beter. Dat weet ik. Dat moet nog 100% veel beter. Ik heb liever dat ik hem af moet nemen dan dat ik hem aan moet sporen om maximaal te brengen. Het is een jongen die leergierig is en ik noem hem wel eens gekscherend dure celletje. Je wint hem op en hij gaat lopen en hij stopt als de wedstrijd afgelopen is. Korte. En nu zit hij wel voor 5-0. Wat een ADO-trainer Mauri Stijn volgt de prestaties van Korte op de voet. Maar het is de vraag of hij ooit nog terugkeert bij ADO. Ja, mijn contract loopt hierna af en ik heb geen contract meer hierna. Ik ben transfervrij, dus we zien het wel wat er allemaal gebeurt tijdens de winterperiode. Of, ja. Ik hoop terug te keren natuurlijk, maar ja, we zien wel waar we staan. Ja, de sportquiz waarin we eerst terugkomen op de opgave van vorige week. Toen vroegen we naar de naam van de oud-Katwijk-speler die ooit een contract tekende bij FC Twente, maar daar nooit speelde. Dat was Mark Langeveld. En dat is onder andere goed doorgemaild door Corrie Korsten uit Waddinxveen. Zij wint dit boek van John van Zweden. Van harte gefeliciteerd, Corrie. We gaan het naar je opsturen. Dan de vraag van vandaag. Die staat in het teken van AZ ADO van komende zaterdag. Bij de Alkmaarders is Dick Advocaat sinds 2 weken de trainer. De Hagenaar voetbalde 8 seizoenen voor ADO en heeft de club nog altijd in zijn hart zitten. De vraag die we stellen, bij welke amateurclub uit de regio begon Advocaat met zijn trainerscarrière? Sportquiz@omroepwest.nl voor de antwoorden en maak kans op kaarten voor ADO Cambuur op 9 november. Tot zover de sport voor nu. Dinsdag doen we op de radio live verslag van de bekerontmoeting tussen MVV en ADO. En zaterdag natuurlijk in de competitie AZ-ADO. Op tv zijn we zaterdag met de topklasse terug en maandag weer met dit programma. Voor u, bedankt voor het kijken.